Met deze filmpjes proberen wij politiewerk aan burgers te laten zien. Dus ons dagelijks werk, wat we dagelijks meemaken. Maar er zijn toch al verschillende tv-programma's die dit in beeld brengen? Ja, maar die laten vaak de spannende en voor beeld geschikte plaatjes zien. En wij willen eigenlijk het hele brede scala van politiewerk laten zien. Kijk, hier zie je dan zo'n beeld van dat de collega's onderweg zijn naar reanimatie. En je hoort op de achtergrond de meldkamer zeggen dat het slachtoffer nog ademhaalt. En dat zijn wel dingen die een ander beeld geven van politiewerk wat je doorgaans op televisie ziet. Ik heb zelf regelmatig gefilmd over het werk van de politie. Bijvoorbeeld meelopen met het arrestatieteam of het opsporen van overvallers. Maar altijd was ik daar als onafhankelijk journalist. Nu gaat de politie het zelf doen. Kan dat? Gaan zij ook beelden laten zien van zaken die mis zijn gegaan? Dus er hoeft geen bepaalde kleur overheen of een bepaalde mening. We laten in dit filmpje ook zien dat we onderweg bijvoorbeeld zijn naar een inbraakhete daad. Daarbij rijden we over de stoep. En dat zal voor mensen die daar voor dat verkeerslicht staan te wachten misschien vraagtekens oproepen. Maar we laten het feitelijk zien zoals het gebeurt. Maar nou rijdt u over de stoep, u rijdt iemand aan of u rijdt een auto helemaal in de prak. Of er gaat iets anders finaal mis. Wordt dat er dan ook opgezet? Want dat verwacht ik dan wel. Ja, het is een terechte verwachting ook. En ik sluit ook niet uit dat we dat doen. Maar daarvan zullen we ook wel weer met het OM in overleg gaan of we dat moeten. Ik ben zelf wel van mening dat we daar voor zover het kan zo transparant mogelijk over moeten zijn. Ja, want anders krijg je geen eerlijk beeld. Nee, en dat willen we wel.